gaan we nou in, Stef? We gaan weer eventjes naar onze homekweker, Miatora. Hij gaat morgen pas, heeft hij beloofd, de Mugashi ook ons oogsten. Maar ik vind het toch altijd even kijken of hij niet stiekem toch nog wat aan het oogsten is. Dat is natuurlijk van de week ook gebeurd. En dan hadden we de eerste keus. Dus, nou ja, en we zijn nu toch, hè, we waren heel even bij Shiguro. We hebben nu toch, we zijn er, dus dan even naar binnen lopen. Kijk, en dan kan Nico eventjes de pappels schillen, want die is hier toch al geweest. Dus dan hoeft hij niet naar binnen, toch? Bij Miatora, een schitterende mooie twee-stap kwaku, superrood, echt mooie bouw, het wit is heel goed, moet je kijken die bouw, hoe dik dat is, heel mooi visje, vinnen mooi, niks mis mee en een hele goede prijs. Wat een gave rugtekening. Die achterste, die zijn in een soort tanden. Daarop viel hij me op. Heel gaaf. Mooi symmetrisch aan beide kanten. En 50 centimeter zeker. En spierwit. Zit echt hele mooie, heel mooi wit. Toppie. Dikkere bouw, brede rug, eens kijken, brede rug, mooie strepen over zijn rug, mooi verdeeld. Als die schubben, als dat onregelmatig is, als hier een grote schub, ja, dat wordt nooit meer recht. Dus dit is heel belangrijk, mooie rechte lijn. Dat wordt natuurlijk intenser, dus nu een beetje grijs, alleen al van in de blauwe bol zitten. Het rood. Evenwijdig, dus bij alle drie. Deze heeft dan aan deze kant is het ietsje lager, maar er zit nog genoeg op, dus dat wordt heel gaaf. Superwit en ook weer 50 centimeter, bijna, deze is misschien bijna 50 centimeter. Mooi. Je ziet het hele team werkt eraan mee. De laatste uit deze box, want er gaan er maar vier in de doos. Zo groot zijn ze.
Poortje kijken, ook gaaf hoor. En deze heeft, dat vind ik helemaal te gek, dat hij deze rode streep, hele dikke rode streep op zijn rug vindt. Ook weer mooi verdeeld. En ook het rood aan beide kanten evenwaardig. Twee rode ogen. Ook, laat ik het veilig doen. 48 centimeter. Misschien wel 50 hoor. Het is een grote bal. Helemaal te gek. Steeds met jouw pet op, André. Rob, ze zoeken nog iemand die met de kraan aan het werk kan. Kom je deze kant op? Certificaat. Hij is echt. Ja. Oh. Over een poosje weer snowboarden. Top in Yagenzi. Bij Yagenzi, maar dan in het onderste huis. Het was net boven, ik heb wat beelden laten zien. Erg druk bij de kleinere vissen. En nu zitten we in de bak, de grootste bak van Yagenzi. Met de mooiste vissen en vrij groot. En dan heb ik een Duits krasje gezien. En die wil ik wel heel graag scheppen. Jongens, dan gaan we daarna gaan we echt. Oeh.
Hoi. Oh, oh, together. Oké. Okay. Ja, het is ook zwaar hoor. Ja, meer water. Hoi. Jeetje, wat een ding. Deutsch Karassi met een hele gave ruglijn. Super groot, 4 jaar oud. Ik ben aan het kijken of ze een centimeter hebben, maar... You know size? Jeetje jongens. Wat een gaaf ding. Echt een ja, about. About. Voor de winkel, denk ik. Hij heeft het nog niet gehoord. Een 75 centimeter Deutsch Karassi. Met een hele gave rugstreep. 4 jaar oud. Super dik. De zijkanten zijn heel mooi. Nou, helemaal te gek. Helemaal te gek. 75 centimeter, jongens. Zullen we zijn. Oh ja, wil je daar ook mee neerpan? We hebben gezien dat de tickets echt super goedkoop zijn. En dat je volgende week nog mee kan met groep 4. Oh, dus we kunnen ook nog een weekje bijboeken. Je kan er gewoon nog een weekje bijboeken, als je dat wilt. Ja, dat ga ik ook even leuk zitten, jongen. Maar met net heb je meer balans, hè? Ja. Ja, is zo. Oh. Voor de winkel, ja, noem het hier Asagi. Hij is nog niet helemaal rood op zijn rug, maar heel mooi schoon. Mooie rode kop. En dan gewoon witte rug. En mooi in de zijkant dat rood. En dat wordt nog strakker. Die vis. 47 centimeter, zeker. Zeker 47 centimeter. En Niek die doet dan tennis. Die zit aan tafeltennis. Of ze in te stralen. Rom Brander, wat was dat ook weer? De honeymoon quiz? Nee, die paaltjes moest vangen. Ja. Wat gaan we nou doen, Stefan? Het is 12:30. Dus ik denk dat we moeten gaan eten. Lekker? Lekker, dat is het. Ja, ik of aan de eigen standpunt. Of weer iets Japans, denk ik. Rooi kool. Rooi kool. Dan krijg je het vliegtuig. Hoe kan het worsten? Ja, dat is een appelmoes, hè? Nee. Dat is de appelmoes op. Ik ga alleen met jou. En daarom danst op de herdag met mij. Als ik de droom is, dan droom ik jou erbij. Hier aan de tafel, jongens. Nee. Oh, Supraan. Supraan? Jezus, maar een balkje ervoor en het, ja, ja, en het is gewoon... Nummer eronder. Ja, dat zien ze niet achter dat zwarte balkje over je. Er staat een balkje voor. Ja. Normaal. Ja. Maar ja. Ja. Nou, we zijn net na het eten heel even bij Kaneko geweest. Schitterende Shiro Tsuri gezien. Maar dat wordt nog even doorsparen.
echt een hele mooie vis. Die. Oh ja, en nu gaan we naar Kano. Kano is een paar dagjes weg geweest. En die is nu weer terug. En hij is er om 3 uur. En om 3 uur zijn wij er dus dan ook. Dan gaan we kijken naar een mooie koshiki. Ik heb nog een zoekopdracht voor een mooie koshiki. En ook natuurlijk gewoon voor de winkel weer kijken. Want de andere koshikis die we vorige keer hebben geselecteerd, daar zijn de meeste al van weg. Dus nu weer nieuwe halen. Ja, bijna. Kijk, hier nog ook de sneeuwdingen en de schotten al. Heb je daar aan die sneeuw, man? Ja, je weet ook of die voor of achter. Dat weet je zo. Dat weet ik niet. Zwart van zijn rug afgaat, hè? Dus er zit één zwart stipje op, maar geen zorgen, en het wordt dik genoeg. Moet kijken, Inesuma, dus een bliksemschicht, nu nog licht, hè? Maar dat wordt heel veel anders. Het wordt echt een hele mooie donkere vis met vuurrood erop. Gaan toch even naar Tante Lien, jongens. Ja. Dat is mooi. We gaan naar dat kooiwinkeltje. Het zit er weer op. Het is 5:10 en het begint al donker te worden. Het wordt ook bewolkt. Maar ik denk wel de meest succesvolle dag. Ooit. Ik zeg ooit. Maar ja, die woont in Zeeland. Maar... succesvolste dag deze week. Ga ik er niet.